Start is vrij, paarden gaan de baan op. Start gevallen. Paarden zijn weg, beginnen met een korte galoppade voor Discovery's Wish, maar die loopt gelijk weer. En het is Vigiola met de 1 die de leiding heeft genomen. En die gaat met Danny ten Dubbel als eerste de bocht in. Vigiola, Discovery's Wish aan de buitenzijde, komt alweer terug aan de buitenkant. En helemaal aan de buitenkant, een bliksemstart van Eyck Heikant. Eyck Heikant gaat door het derde spoor. Nummer 9, 9 galop. En Eyck Heikant vliegt dat bochtje door hier op Jouren. Daar komt hij al jaren, Eyck Heikant. Hij komt eigenlijk ieder jaar hier. En Eyck Heikant wil aan de buitenzijde de leiding wel hebben. En die gaat hem pakken. Eyck Heikant neemt de leiding en zo hebben we nog 4 ronden te gaan. Eyck Heikant leidt, Discovery Swish ligt tweede. Uitgeschakeld paard nummer 11, 11 galop. De derde plaats is voor Jong Mr. Mo. De vierde plaats Vigiola, vijfde plaats daarachter voor Zoon van Midden. Zesde Zioletta D. En de zevende plaats daarachter is voor Voronov Depin. Op wat achterstand volgt dan ook nog paard nummer 10, Ki Ter Bleke. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. Als ze straks de finish passeren, nog 3 volledige ronden te gaan. Dit is de koers waar de deelnemers brood mee moeten nemen voor onderweg. En het is Eyck Heikant die leidt. Daarachter op de tweede plaats Discovery's Wish, dan Jong Mr. Mo, dan Vigiola. En daarachter volgt Zoon van Minnen met Sioletta D. En een paar lengte daarachter voor Ronof de Pen. En weer een lengte of 6 daarachter volgt de nummer 10 van Ki Ter Bleke. Zo gaan de paarden de bocht in. En Eyck Heikant ligt vooraan. Dat is lang geleden dat Eyck Heikant de leiding had in een grasbaankoers. En als hij daar een keer ligt, dan is het niet makkelijk om hem daar nog weg te krijgen. Maar daar komen de deelnemers vanzelf al achter. Ze hebben nog ruim 3 ronden de tijd om dat te gaan proberen. Maar voorlopig liggen ze allemaal achter elkaar. Eyck Heikant leidt. Eyck Heikant op plaats 2 daarachter Discovery Swish. Derde is Jong Mr. Mo. Vierde plaats daarachter voor Vigiola. Vijfde Zoon van Minnen. Zesde Sioletta D. Daar komt aan de buitenzijde onze Belgische gast naar voren. Ki Ter Bleke. En die vliegt naar voren. Sioletta D. gaat erachteraan. Als ze straks de finish passeren hebben ze nog 2 ronden te gaan. We zijn dus nog een flink stuk van huis. Met Eyck Heikant aan de leiding. Van de Mespel heeft over de schouder gekeken. En Van de Mespel vindt leuke vrouwen wel aardig. Hanna de Huygens vindt hij misschien ook wel leuk. Maar dan wil hij toch niet al te dicht in de buurt hebben. En dus geeft hij nu wat gas bij. Alhoewel, valt mee. Vindt het toch wel aardig om er een beetje in de buurt te hebben, want ze komt er schuin naast. Ze gaan de paarden op weg naar de linkerbocht. Eyck Heikant aan de buitenzijde, Ki Ter Bleke. Daarachter aan de relingzijde, Discovery Swish. Sioletta D ligt nu heel mooi in de wachtkamer. Daarachter gaat ook mee naar het tweede spoor, Zoon van Minnen. Aan de relingzijde is het Jong Mr. Mo, dan de Vigiola. En daarachter is het op de laatste plaats, maar wel aangesloten, Voronov Depe. Steerskoers in Jouren. Ze komen de rechte lijn voor de tribune weer in. Paarden weer in de rechte lijn en de druk wordt wat groter op Eyck Heikant. Aan de buitenkant gaat nu Vigiola naar voren. Ze is gigant van een outsider in dit veld. Maar Danny de Dubbel trekt zich daar niks van aan. Die gaat door het derde spoor en zo gaan ze op weg met nog 2 ronden te gaan. Ki Ter Bleke heeft nu een halve lengte voorsprong. Maar Eyck Heikant houdt de voorbenen ertussen. En dat kon hem nog wel eens de voorbenen kosten. Dat ging heel krap daar. Maar Wim van der Mespel is niet gauw bang. En hij houdt die voorbenen ertussen. En hij heeft de leiding nog steeds in handen. Eyck Heikant aan de buitenzijde. Ki Ter Bleke die hem bijna ondersteboven reed. En zo zijn ze weer in de rechte lijn overzijde. Daarachter aan de relingzijde is het Discovery Swiss galoppade nu van Vigiola. Zo gaan de paarden op weg naar de linkerbocht. We hebben straks nog 1 ronde te gaan. Eyck Heikant, Ki Ter Bleke. Daarachter is het Sioletta D met aan de relingzijde Discovery Swish. Dan daarachter aan de relingzijde Jong Mr. Mo. Met aan de buitenkant daarnaast Zoon van Minnen. En daarachter Vigiola en Voronov Depe. Zo gaan de paarden de bocht door. Moeilijkheden in de bocht voor Ki Ter Bleke. En die wordt helemaal naar de buitenkant genomen. En zo zijn de paarden weer in de rechte lijn voor de tribune. We hebben straks nog 1 ronde te gaan. Je zou haast denken dat het nu finish is, maar dat is echt niet waar. Galoppade nu in het veld van Vigiola. Zo gaan de paarden de laatste ronde in. En het is Eyck Heikant die leidt aan de buitenkant Sioletta D. Paard nummer 1, 1 galop. Eyck Heikant, Sioletta D. Daarachter Discovery Swish. En dan valt er een gaatje naar Jong Mr. Mo. Eyck Heikant gaat sterk. Hij gaat eens even lekker hangen in dat check. De proppen zijn er inmiddels uit. Nu pakt Van der Mespel pas het zweepje naar voren. En zo zijn ze voor de laatste keer in de rechte lijn overzijde. Eyck Heikant aan de relingzijde. Sioletta D aan de buitenkant. Kremas kijkt eens naar die Eyck Heikant. En die denkt, god, die gaat bijna net zo lang mee als ik zelf. Want Eyck Heikant is een veteraan. Ze gaan op weg naar de laatste bocht. Eyck Heikant aan de binnenkant. Aan de buitenzijde Sioletta D. En daarachter Discovery Swish gaat tussen deze 3 paarden. En zo gaan ze de laatste bocht in. Sioletta D probeert de druk op te voeren. Eyck Heikant probeert te counteren. En ze zijn halverwege de laatste bocht. En aan de buitenzijde heeft Sioletta D nu voorsprong. En hij is hem voorbij. Sioletta D heeft de leiding overgenomen. Eyck Heikant ligt tweede. Discovery Swish derde. Gaat nu naar de tweede plaats. En zo zijn ze in de laatste meters. Krebas ligt op dit moment eerste en tweede. Dit vindt hij mooi. Dit gaat Krebas winnen. Sioletta D is de winnaar. Tweede plaats Discovery Swish. 1 en 2 voor Krebas. Derde super gelopen Eyck Heikant. En de vierde plaats Voronov Depe. Vijfde is Jong Mr. Mo. D.
AD. Fokproduct van de heer Van Voorst in bezit van Himia BV. Opnieuw is de trainer en de rijder Bas Krebas. En de winnende tijd is heel snel over deze afstand. 1:21.2. Huldiging wordt verricht, dames en heren, door de vertegenwoordigers van Priore Accountants en Belastingsadviseurs. En uiteraard worden de foto's gemaakt door vader en zoon Huibers. Het is altijd de vraag, wie maakt de mooiste foto? Is het Bas of is het Erik? En dan gaat hij beginnen aan de ereronde, dames en heren. Zioletta D. en Bas Krebas. Hij zei het aan het begin van het jaar al. Hij zegt, ik heb nu een paard voor het gras. Die kan er wel een paar winnen. En hij wint ze achter elkaar. Eén keer is het misgegaan op Duindicht. Alle andere keren heeft hij gewonnen. Geef hem een applaus. Zioletta D. Bas Krebas.